Heel goede avond iedereen. Er is blijkbaar nog wat werk aan het inclusieve Vlaanderen. Een gezellige eetavond voor moslims uit de LGBTQI+ gemeenschap afgelasten. Omdat je bedreigd wordt op sociale media, er is veel commotie over. En ik ga er hier met Jawad Alul over praten. Zelf homo en moslim en geboren Antwerpenaar ook. En dus zeer begaan met de zaak. De Vlaamse Jeugdraad die komt vandaag met een prangende vraag, eigenlijk een schreeuw, zeg maar, om meer aandacht voor het mentaal welzijn bij jongeren. Volledig terecht, zegt Ines Germijs als professor psychiatrie, want de nood blijft zeer hoog, ook na de ergste covid-crisis. En wat vindt u zelf, dames en heren? Moeten sollicitaties bij de Vlaamse overheid in de toekomst anoniem gebeuren of niet? Om discriminatie tegen te gaan. Het is een voorstel van Groen, de partij van Nadia Nagy. Maar de professor arbeidsrecht die hier al eens aan tafel zit, heeft er bedenkingen bij. Professor Baart, daar gaan we het straks over hebben. Ik wil eerst weten, uw job is nog niet in gevaar bij de UGent? Niet voor zover ik weet, maar u verwijst natuurlijk naar de besparingsplannen bij ons. Hè. Nu, dat is niet omdat we daar zoveel zin in hebben om die te doen. Hè. Dat is eigenlijk de Vlaamse overheid die ons om hetzelfde te doen minder geld geeft. En dat is een grote stommiteit van die Vlaamse regering. Maar u bent voorlopig gerust? Ik ben wel gerust in mijn eigen positie, maar wel ongerust in wat er gebeurt. Omdat elke euro die je steekt in onderwijs en onderzoek, die keert twee keer terug. Omdat dat onze productiviteit van morgen is, onze welvaart is en ook belastinginkomsten. Dus het is echt een slecht idee. Als we straks genoeg tijd hebben, dan wil ik er wel nog met even plezier op doorgaan. Het is goed. Welkom iedereen aan tafel en welkom thuis bij de afspraak. Het klonk als een heel mooi plan, een iftar speciaal voor de LGBTQI+ gemeenschap in de Roma in Borgerhout. Gezellig samen eten dus na zonsondergang. Hè. Dat is een traditie tijdens de Ramadan, die begint morgen trouwens. Dat was dus het plan, tot er zoveel bagger en bedreigingen op sociale media verschenen dat de organisatie er de stekker heeft uitgetrokken. En ook daar komen dan weer veel reacties op. Ook vanmiddag in het Vlaams parlement, daar hield de minister van Binnenlands Bestuur zich niet bepaald in. Collega's, laat me beginnen met te zeggen dat ik eigenlijk heel blij ben dat we over grenzen van meerdere oppositie, van links tot rechts, eigenlijk eenzelfde eenduidig signaal zenden. Dat dit niet het Vlaanderen is dat wij willen. We weten dat in onze samenleving er bronnen zijn waar homo-haat of homo-afkeer of homo-bashing kan ontstaan. Het is beschamend dat vandaag de dag in Vlaanderen mensen moeten opgroeien die ontdekken dat ze tot die gemeenschap behoren en dan 93% van hen wordt geconfronteerd met geweld, verbaal geweld. 93%. En ik hoop dat we de komende dagen en weken toch nog een iftar kunnen organiseren die inclusiviteit ook werkelijk belichaamt. Als dus Bart Somers, Jawad, als ik je nog even mag voorstellen, theatermaker, muzikant ook, schrijver van De Meisje. Ja. Dat is nog niet zo lang geleden uitgekomen, nee, dat boek. Nu, gaat ook een beetje over je zoektocht naar je eigen identiteit. Het is autofictie. En er zit heel veel van mijn eigen leven in natuurlijk. Het verliezen van de moeder, de coming-out op 20 jaar, thuis vertrekken. Ja. Maar er is heel veel fictie ook. Vandaar dus veel raakvlakken met wat er nu ook gebeurt. Laat ons beginnen bij het begin. Hè. Was het de bedoeling om in de Roma, dat is een stevige zaal om het zo te zeggen, bedoeling om er een groot event van te maken? Ja, het ging in de Amor zijn, dat is het café naast de Roma, dus die is iets kleiner. Ik denk natuurlijk, het is altijd makkelijker om achteraf te zeggen van ja, ze hadden het zo kunnen doen, maar ik denk dat de stap ook iets te groot was om ineens in de Roma, Borgerhout, in die buurt toch zo'n event ook publiek te gaan organiseren. Waarom? Ja, omdat het gesprek heel langzaam gaat natuurlijk. Emancipatiebeweging van LGBT's binnen de moslimgemeenschap gaat niet dezelfde snelheid als de emancipatiebeweging in het Westen. Emancipatiebeweging in het Westen is een ideaal, maar is niet het ideaal. Ik denk dat we daar ook voor moeten oppassen, omdat natuurlijk de religie bij moslims nog heel aanwezig is en heel belangrijk is. En homoseksualiteit daar zeker geen debat, nog niet aan het debat bezig is eigenlijk. Dat is echt wel heel moeilijk. Het is misschien wel hoog tijd dan. Ik denk dat hier... ik ben optimist, dus ik denk dat deze ook een mooie kans is om ook nu dat gesprek te hebben. Er zijn sinds dit weekend ook talloze WhatsApp-groepen gestart met organisaties waarin we echt wel tegen elkaar moeten zeggen oké, we gaan moeten kruispunt denken, we gaan moeten echt elkaar gaan steunen hierin. Want anders wordt het altijd gerecupereerd door politiek. Met alle respect naar Bart, maar dat komt ook vanuit een geprivilegeerde positie. Het is heel makkelijk voor hem om te zeggen, ja, je moet kunnen zijn wie je bent.
Het is allemaal makkelijk gezegd in slogans, maar als je moslim bent, 17 jaar, en je wilt uit de kast komen... Had hij iets anders moeten doen dan wat hij nu gezegd heeft? Ik denk dat vooral jeugdwerkers, straathoekwerkers, het middenveld de laatste jaren hebben jammer genoeg heel veel moeten inboeten. En dat is dan ook aan de politiek eigenlijk. Die hebben daar ook natuurlijk besparing op gedaan. En dat is natuurlijk heel jammer, want als je in heel diverse buurten waarin dat... het gesprek nog niet echt gaande is, heb je die mensen daar wel nodig die inderdaad de vinger aan de pols kunnen houden en kunnen zien van oké, wat leeft hier eigenlijk? En niet achteraf zeggen van maar we gaan er gewoon met man in macht staan en politie zetten. Ja, dat is nu een beetje te laat. Ja. Even terug naar de organisatie van het event. Hè? Want zaterdag kreeg jij een telefoon, begrijp ik, van de organisatie. Bij Merhaba ken ik al jaren en we organiseren ook samen een straatfeest tijdens de Belgian Pride. En ze belden mij met eigenlijk niet het advies, maar vooral gewoon de mededeling van kijk, we gaan dit doen. Dus er gaat reactie op komen, want ja, het is natuurlijk gewoon sociale media. En ik begrijp ook de beslissing daarvan natuurlijk. Want veel van die mensen, jonge mensen, zijn niet zoals mij out and about. Dus voor hun is het echt wel een kwestie van echt wel gewoon veiligheid. Want ze blijven wel wat op de vlakte wat de inhoud van die boodschappen betreft. Het ging ook over fysieke bedreigingen, begrijp ik. Ik denk bedreigingen... er is al genoeg haat in de wereld. Ik denk dat je die bedreiging ook niet gaat moeten online zetten en gaat moeten communiceren. Het gaat vooral over... Er zijn individuen geweest die voldoende agressie toonden om eigenlijk te zeggen van oké, dit is geen veilige omgeving. En het hele nut van zo'n avond is een veilige omgeving creëren. En wie zijn die individuen dan? Weten jullie dat? Nee, dat weet ik jammer genoeg niet. Ik denk mensen die voornamelijk worstelen met hun eigen seksualiteit waarschijnlijk. 9 van de 10. Ik denk mensen die ook gewoon... voor mij niet de Ramadan eigenlijk helemaal goed bevatten. Want ja, de Ramadan is een manier om eigenlijk dichter bij Gods liefde te geraken door u te ontnemen van bepaalde middelen. Maar zeg je dan dat het wel mensen zijn van binnen de moslimgemeenschap in de eerste plaats? Ik denk dat we uiteindelijk moeten we een kat en kat noemen. Het is echt een probleem, maar ik vind we moeten oppassen met de moslimgemeenschap. Je hebt ook zoiets niet als de Vlaamse gemeenschap. Dus ik denk dat daar vandaag de dag dat we echt moeten oppassen met iets als een gemeenschap te gaan benoemen. Want ja. Nee, goed, maar het is wel belangrijk om te weten van waar het komt. Zeker als het over potentieel fysiek geweld zou gaan. Ik neem aan dat je niet zomaar iets cancelt, omdat er een beetje kritiek op komt. Hè? Nee, natuurlijk niet. Maar ja, wat moet je anders doen? Dat is eigenlijk nu het heikele punt. Het gesprek wordt gevoerd, maar het gesprek wordt zodanig traag gevoerd. En ja, je kunt dingen ook niet laten versnellen natuurlijk, door daar een beetje brandstof op te gaan kappen. Eigenlijk. Misschien even over de call om het te cancelen. Hè? Goed plan? Wat mij betreft totaal niet. Hè. Dus ik volg de minister in zijn verontwaardiging, maar ik volg hem niet in zijn analyse van wat het probleem is. Voor mij gaat het niet om aanvaarding van homoseksualiteit of LGBTQ-identiteit, maar wel om mensen die agressie vertonen in feite belonen in hetgeen dat zij doen. Mij deed dit heel snel denken aan wat er vorig jaar is gebeurd. En dan was ik even boos in Brussel. Hè, toen zei men de mobiliteitsplannen, toen was daar heel veel agressie rond, vandalisme. En toen zei men, we gaan het terugdraaien. En men gaf dus in feite agressors in plaats van... hen te arresteren, te vervolgen, gaf men hen eigenlijk gelijk. En op die manier vind ik dat we beetje bij beetje als maatschappij en als beleid ons uit handen geven aan halve en hele criminaliteit. Ik ben daar eigenlijk niet helemaal mee eens, want het probleem is ook natuurlijk, het speelt zich af op internet. Dus er is ook geen internetwetgeving. Want uiteindelijk, nu gaat het over dit, maar ik ken ook voldoende collega's, activisten, die ook dikwijls door extreem rechts worden... worden aangeklaagd, worden eigenlijk via trollen, via Twitter ook eigenlijk gewoon worden belaagd met agressie. Dus ik denk, dan gaan we ook alle agressie op internet eigenlijk moeten beginnen vastpakken. Voor alle duidelijkheid, voor mij gaat het niet om agressie vanuit één specifieke groep. En ik volg u volledig. Wij spreken veel te veel in gemeenschappen. Laat mensen toch zelf hun labels kiezen in plaats van hen op eilanden te duwen. Die agressie komt vanuit verschillende lagen in de maatschappij. En ik vind het telkens even onaanvaardbaar om die eigenlijk positief te conditioneren. Hè, dat de meest agressieve, dat die in feite gelijk krijgt en zijn slag thuis wordt. Ik vind dat totaal onaanvaardbaar binnen onze maatschappij. Maar anderzijds denk ik dat je inderdaad ook wel moet rekening houden met de kwetsbaarheid van die groep. Hè? Want dat is een groep mensen die sowieso ook kwetsbaar zijn voor psychische problemen. Onder meer door de uitsluiting, door het er niet bij horen. En om dan geconfronteerd te worden met agressie en dat dan nog eens openlijk te moeten ervaren, dan maakt die uitsluiting alleen maar groter en maakt dus ook die kwetsbaarheid nog groter. Dus ik snap ook wel... Het is goed om het niet te doen om hen geen extra potentieel een trauma te bezorgen? Ik vind dat is
helemaal geen gemakkelijke beslissing. En ik snap ook wat jij zegt over het belonen van agressiviteit, wat we eigenlijk niet moeten doen. Maar tegelijkertijd vind ik het in dit geval een moeilijk debat, omdat het juist gaat over een kwetsbare groep mensen. En voor alle duidelijkheid, zij mogen de speelbal niet zijn in deze. Daar volg ik u dan weer volledig. Ja. En ik denk, als we kijken naar alle emancipatiebewegingen, je hebt bondgenoten nodig. En ik ben nu 17 jaar uit de kast. Ik ben open en bloot en queer. Maar ik denk, er zijn momenteel in het kleine Vlaanderen zijn er ook voldoende Marokkaanse moslims die toch wel bepaalde bekendheid hebben, hetero-cisgender zijn. Het zou ook goed zijn dat we bondgenoten krijgen. Want je hebt eigenlijk ook representatie nodig. Ik ben representatie voor mensen zoals mij, maar je hebt ook andere mensen nodig die eigenlijk zeggen van kijk, je kan moslim zijn en toch verdraagzaam zijn naar mensen met een andere geaardheid. Want dat is ook deel van ons geloof. Als ik daar misschien een voorbeeld aan mag toevoegen van iemand die mij toch heeft geïnspireerd, was Hassan Jarfi. Ik heb hem ooit in een vorig leven geïnterviewd. Dat is de vader van Ihsan Jarfi, die vermoord is geweest. Een homoman die vermoord is geweest. En waar was dat? Dat was in Luik, een paar jaar geleden. Hassan Jarfi was imam in die tijd. Werkte ook voor de moslim-executieve. Ik weet niet exact welke rol, dat weet ik nu niet meer van buiten. Maar die heeft een boek geschreven achteraf. Die heeft een toneelstuk geschreven. Die gaat vandaag scholen af, net om voor die verdraagzaamheid te zorgen. Hij is een van de grootste bondgenoten die je eigenlijk kunt hebben. En ik vind dus ook dat er vanuit de moslimgemeenschap dan, en dat er ook daar initiatieven zijn, dat er wordt gewerkt. Gaat het snel genoeg? Nee, dan hadden we vandaag geen probleem. Nee, Dat heb ik me vandaag wel de hele dag afgevraagd. Wat zegt dit nu over waar we vandaag, anno 2023, staan binnen de moslimgemeenschap? Ik heb vandaag op een artikel van KNAK gestoten van vorig jaar. De helft van de moslims... Gisteren zat er trouwens iemand bij de tafel van vier die dat ook openlijk zei. Kijk, dit wordt binnen mijn vriendengroep niet aanvaard. En als de vraag kwam, wat gebeurt er dan als iemand binnen je vriendengroep zegt, kijk, ik ben homo, dan zegt hij, ja, dan zal het gedaan zijn met de vriendschap. Ja, maar... Is dat waar we vandaag nog maar staan? Ja, Bert. Kijk. Walk a mile in my shoes. Dat is echt jammer genoeg waar we nog staan. Uiteindelijk, ik geloof ook wel gewoon, we zijn in een soort collectieve bewustwording. Want hier in het Westen, de emancipatie is ook niet gelijktijdig gegaan. Hè. Landen hebben vroeger het homohuwelijk aanvaard, andere later. Frankrijk was redelijk laat eigenlijk. Dus ik denk dat we ook moeten beseffen, het is gewoon echt heel traag aan het gaan. En ook hier in België, we hebben wel een wetgeving die ons beschermt. Godzijdank, we kunnen trouwen, we kunnen adopteren. Maar het is wel zo, emotioneel zijn er ook in Vlaanderen nog heel veel mensen, heel veel vrienden van mij, hun grootouders, hun ouders, die ook nog niet echt helemaal mee zijn. De laatste jaren is het ook snel gegaan, zeker qua genderidentiteit. En wat we zien in het Westen ook, er is ook vanuit Oost-Europa en ook zelf hier in Vlaanderen, uit extreemrechtse hoek, is er ook een tendens om anti-LGBT te zijn. Dus heel veel mensen die islamitisch zijn, denken ook in zichzelf van... Vorige week nog een actie, denk ik, van Schild en Vrienden, van Vlaams Belang. Ja, met die drag queen die voor kinderen ging voorlezen. Vandaag nog een homofobe post, hè, waarin dat ze werden vergeleken met pedofielen. Hè. Dat gebeurt ook vandaag nog. Hè. Dus ik denk dat we daar ook niet kunnen zeggen, die moslimgemeenschap is niet mee. Die ziet ook eigenlijk, die ziet ook die samenleving. Denk maar wacht, maar zelfs die Vlamingen zijn ook eigenlijk niet eens maar over is, dit is het een zaak van in de eerste plaats van religie, van de godsdienst zelf? Of is het meer een zaak van thuisuit, opvoeding, nee, ik denk de cultuur, niet van thuisuit. Een maatschappij? Ik denk, gemeenschap bedoel ik? Nee, ik denk echt... Ik zou niet zeggen van school, want dat zou weer alle verantwoordelijkheid daar liggen, maar ik denk vooral van organisaties. Ik heb jaren met mijn eigen VZ2, Be Human en Wel Jong Niet Hetero, 150 scholen bezocht, daarover gesproken. Maar je moet ook begrijpen, dat is geen makkelijk werk. Als we het dan over mentale welzijn hebben, mijn mentale welzijn ging serieus achteruit toen. Want je moet wel in gesprek gaan met mensen die heel rotsvast overtuigd zijn van wat zij denken. En je wilt eigenlijk hun empathie aanwakkeren. En je wilt eigenlijk zeggen van, kijk, maar dit gaat wel over mensen die eigenlijk gewoon ook willen zelfbeschikkingsrecht hebben en gewoon willen gelukkig zijn. En heb je het idee, want je zegt zelf, ik ben zelf 17 jaar uit de kast. Heb je het idee dat je dan met die dingen bijvoorbeeld een verschil hebt kunnen maken? Goh. Ik zeg steeds tegen mezelf, ik ga waarschijnlijk totdat ik erbij doodval, gaan we nog geen verandering zien natuurlijk. Want verandering verandering is niet lineair. Hè? Maar ik vind wel dat je er bijzonder rustig onder blijft. Het gaat over wie je bent. Ja, maar kijk, als je de dingen hebt meegemaakt in mijn leven, dan blijf je er rustig onder. Want ik ga niet op mijn eentje de wereld kunnen veranderen. Vandaag gaan wij ook niet de wereld kunnen veranderen. Je kan ook mensen eigenlijk niet veranderen. Je kan alleen mensen doen inzien dat het gaat over andere mensen. En ik denk hier in dit geval, ja, we zien dat ook van politiek, het dwingende aspect van aanvaarding, dat werkt niet. Weet je, in andere richting ook. Je kan mensen niet dwingen van ja, maar je moet die aanvaarden.
het is hier gewoon, ja, het gaat echt over dialoog, gesprekken hebben, ruimte creëren, veiligheid ook. Want als iemand zegt, ja, ik moet geen homo's hebben, mag die dat ook eerst uiten. Want de rolmodellen die dikwijls jonge mensen vandaag de dag hebben, zijn ook niet echt goed. Van extreem rechts, van extreem links, maakt niet uit. Ik bedoel, mannelijke rolmodellen momenteel zijn er niet echt heel groot aanwezig. En heb je het idee dat een voorval als dit uiteindelijk... Want langs de ene kant heb ik het idee dat duwt dan mensen terug wat in hun kot, om het zo oneerbiedig te zeggen. Maar zou het ook toch voor een soort van vooruitgang kunnen zorgen, ook omdat dat bewustzijn weer eens gecreëerd wordt? We zitten er hier over te praten. Ja, er is bewustzijn gecreëerd, maar allez, ik blijf uiteindelijk ook een idealist. Het zou fantastisch zijn dat er wel ook een bepaald moment een revolutie ontketent. Want uiteindelijk, en het probleem is ook, als ik naar mijn eigen leven zie, ik heb 9 jaar mijn eigen familie niet gezien, uit eigen keus. En dikwijls onderschatten we een revolutie, een emancipatie die echt een revolutie nodig heeft. Ja, daar horen ook opofferingen bij. En hoe zou een revolutie in dit verband er kunnen uitzien? Mensen die unapologetic zichzelf zijn en uit de kast beginnen komen. Maar we zitten daar natuurlijk met de kans dat je uitgesloten wordt door je gezin, dat je gezin ook uitgesloten wordt in een gemeenschap, dat die gemeenschap ook uitgesloten wordt door... Dus het is echt wel een heel groot, complex iets. Goed, maar als je dan net wil samenkomen wat nu volgende week stond te gebeuren en je haalt dat dan weg? Ja, de LGBT-gemeenschap is heel weerbaar. Want uiteindelijk, ik denk dat wij op korte tijd heel veel recht hebben verworven en zeker op gelijke voet als andere individuen staan. Maar wij weten heel goed hoe het is om eigenlijk uitgesloten te zijn, om terug achteruit geduwd te worden. Een queer iftar, er zijn er al tal georganiseerd, maar nooit openbaar. Dus dat is ook het verschil hier. We hebben genoeg queer iftars georganiseerd in gesloten kring en die zullen we blijven organiseren. Ik denk dat Merhaba en Roma wilden nu... Wie weet, het is 2023, laat ons eens proberen het openbaar te organiseren. Ja. En het is duidelijk, het is nog niet daar. En dan is het niet een kwestie van we moeten daar gewoon politie zetten en door laten gaan. Nee, we moeten echt terug gaan investeren in opvoeders, in mensen die inderdaad gaan spreken met jongeren, gaan spreken met gemeenschappen, gaan spreken met moskeeën. En gaan zeggen van oké, het kan zijn dat dit jullie overtuiging is, het kan zijn dat jullie er rotsvast van overtuigd zijn dat het niet aanvaard is, maar het gaat hier wel over individuen die eigenlijk in Vlaanderen wel gewoon mogen gelovig zijn en homoseksueel zijn. Ja. Mag ik daar misschien aan toevoegen wat ik dan wel jammer vind? Ik maak het nu wat politiek en dat is niet de bedoeling, maar wat ik wel jammer vind, is dat er dan vorige week een decreet sociaal-cultureel werk wordt gestemd waar het moeilijker wordt gemaakt voor organisaties zoals Merhaba, die zich richten op één gemeenschap, om subsidies te krijgen. Het wordt hen moeilijker gemaakt omdat net dat deel stoort. En dan vind ik dat wel jammer dat we vandaag ministers horen die dan net pleiten voor die groep en dat dan wel wat politiek recupereren, terwijl ze in hun werk wel het omgekeerde doen. Je bent ook aan politieke doen. Dat is net absoluut. Dat is wel een disclaimer. Wat hij niet wil. Hè? Laat het mij dan als niet-politicus zeggen. Ik vind het wel superbelangrijk dat de minister, maar ook alle politici die zich geroepen voelen, maatschappelijk, dat er wel gezegd wordt van wij staan wel aan de kant van degene die dit wilde organiseren. En wij vinden vooral dat de agressie daartegen, dat we die heel in sterke bewoordingen moeten zeggen. Dat we jawel, maar welk voorbeeld geef je dan als je dan die mensen krapul noemt? Ja. Ik heb nood aan echt gewoon aan politici die ook een beetje terug een voorbeeldfiguur zijn. En laat ons eerlijk zijn, het geloof in de politiek is dat... Allez, krapul daar ook minder, minder goed. Ik heb het ook gelezen. Maar, dus dan denk ik ook van, dat is eigenlijk niet nodig. Als burgervader van de mooie stad Antwerpen, waar ik niet meer woon, denk ik ook van, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Nee. Dat is eigenlijk... Maar het helpt natuurlijk niet als kinderen zich niet aan de regels houden en een beetje stout zijn. Dan helpt het natuurlijk niet om te lief tegen te zijn. Hè? Dus dan schuiven ze op. Ik weet dat niet, want misschien is dat ook... Ik denk dat je wel duidelijk moet durven zijn van... Denk je dat? Dit aanvaarden wij als maatschappij niet. Het is de agressie die verkeerd is. Het is niet degene die geagresseerd wordt die zich vragen moet stellen. En dat signaal, vind ik wel, mag heel duidelijk zijn. Niet te veel mildheid aan wie agressie toont en wie daardoor in eerste instantie beloond zichzelf ziet. Nog heel kort, want we gaan afronden. Ik heb gehoord dat morgen in de Hilton dat er ook een iftar is in Antwerpen. Vanuit dat, de CD&V, ja. Ik en heb dat de minister van Binnenlandse Zaken zegt, we gaan een paar tafels bijzetten voor de LGBTQI+. jij gaat niet. Nee, ik ga passen. Ik ga passen. Nee, we gaan er wel andere opdagen voor de gemeenschap? Oh, dat weet ik eigenlijk niet, want ik denk natuurlijk... ik begrijp politiek en ik ken mensen in de politiek, maar het is wel zo dat het activisme is ook iets dat eigenlijk ook naast de politiek leeft. Ik denk ook dat we moeten hopelijk evolueren naar toch een samenleving die niet alleen van de politiek afhangt. Er zijn heel veel mensen in onze samenleving, academici, Stijn ook, die ook zeker de samenleving van morgen mee kunnen bouwen eigenlijk.
Dus ik ga daar niet zijn, omdat voor mij, ik heb terug nood aan, of misschien zijn die er nooit geweest, ik heb nood aan politici die aan politiek doen en niet eigenlijk die voornamelijk bezig zijn met hun celebrity-status en hun populariteit. En dat is ook nu het probleem een beetje in onze samenleving. Want eigenlijk hadden die ministers ook het woord kunnen geven aan al die organisaties die er al jaren mee bezig zijn. En er zijn heel veel organisaties. Maar wat zij doen is, ah, ik pak de micro, want nu kan ik zeggen wat ik wil. Ja. En dat stoort mij eigenlijk enorm. Ze hebben gezegd dat ze tafels gingen bijschuiven. Hè? Maar ik denk, de boodschap zal gehoord worden, ongetwijfeld. Alle politici kijken naar de afspraak. Ze mogen allemaal naar mijn optredens komen, dat wel. Dat is goed. Tjaba, dank je wel. Professor Germijs, we gaan eens kijken of we iets kunnen betekenen voor onze Vlaamse jeugd. Ja. Goed, want het gaat eigenlijk niet zo goed met hun gemoed. 2 jaar geleden, in volle coronacrisis, was er al een rapport. Zo weten we nog van Zorgnet Icuro. Daarin stond dat 1 op 5 jongeren psychische problemen heeft. En intussen staan er bijna 24.000 jongeren en kinderen op een wachtlijst om psychische hulp te krijgen. En dus, zegt de Vlaamse Jeugdraad nu, het is goed geweest, wij willen een masterplan. Ik ken iemand die worstelt met mentaal welzijn of zijn welbevinden. Ja, ik ken meerdere jongeren, alleen vrienden, die worstelen met mentaal welzijn. Sommigen wat erger dan anderen. Het zit zeker bij ons in de vriendengroep. Ines Germijs, professor psychiatrie. Een mens zou denken, de grootste impact van COVID is voorbij, dus dan herstelt zich dat. Wat? Ook bij de jongeren niet dus? Wel, sowieso was er ook voor COVID al waren er veel psychische problemen bij jongeren. Hè. Psychische problemen zijn bij uitstek een probleem van de jeugd. Ontstaan 75% van alle psychische aandoeningen ontstaan voor het 25e levensjaar. Dus dat betekent dat dat altijd al zo geweest is. COVID heeft dat versterkt. Maar wat we nu zien, en toevallig hadden we vandaag van de Hoge Gezondheidsraad een symposium daarover, dat er natuurlijk op dit moment ook andere crisissen spelen die ook opnieuw jongeren zwaarder treffen dan andere delen van de samenleving. Zijn de? Energiecrisis, de oorlog in Oekraïne, klimaatcrisis. Dat zijn allemaal zijn dat dingen die de jongeren... Absoluut, absoluut. En waar dat we zien dat ook disproportioneel jongeren daar vaker door getroffen worden. Sorry dat ik even onderbreek, maar wat doet de oorlog in Oekraïne of de elektriciteitsfacturen, wat doet dat met de jongeren dan? Wel, er zijn ook heel veel jongeren die op eigen benen moeten staan, die weinig middelen hebben, die weinig ondersteuning krijgen, die in kwetsbare situaties zitten en die dus disproportioneel zwaar getroffen worden door bijvoorbeeld het niet kunnen betalen of opgroeien in een huis dat niet verwarmd is. Dus wat dat betreft zie je dat zorgen zijn die bij jongeren veel vragen oproepen, die drukken op jongeren en die opnieuw eigenlijk die groep die zorgt dat daar veel psychische klachten zijn of dat de klachten nog toenemen. En inderdaad, uit cijfers van Cienzano zien we dat op dit moment de hoeveelheid depressie, angstklachten enzovoort nog altijd hoger is dan voor de COVID-crisis. Zijn dat ook dingen? Zijn er meer jongeren met problemen of zijn er meer problemen? Of zien we ze beter vandaag de dag? Zien jullie ze beter? Ik denk dat we kunnen stellen dat er... dat juist al die verschillende moeilijkheden die op dit moment spelen in onze maatschappij, dat die zeker ervoor zorgen dat er een toename is in psychische klachten. Maar wat ik daarnet al zei, ze waren ervoor ook. Hè. Dus het is niet, daarvoor ging alles goed en nu is het ineens heel veel. Maar je ziet wel dat er een toename is. Anderzijds hebben we natuurlijk nu daar ook gelukkig meer aandacht voor. Alhoewel dat die aandacht zich niet vertaalt naar betere zorg. En de cijfers die u net noemde, ja, dat is natuurlijk hallucinant. 24.000 op de wachtlijst. Ja, dat is hallucinant. Eigenlijk in een samenleving zoals onze, dat wij dat accepteren, dat dat bestaat. Wat u nu vertelt, mag ik dat ook koppelen aan het feit, wat vandaag ook in het nieuws is, dat jongeren meer slaap- en kalmeermiddelen gebruiken? Wel... Ik
dat is een veronderstelling. Hè. Ik kan dat niet zo één op één. Maar dat denk ik dat het inderdaad een signaal is van hetzelfde probleem. Wat bovendien ook aanduidt het probleem die we hebben in de zorg en het gebrek aan voldoende vroegtijdige interventie aangepast op maat van jongeren. Mm-hmm. Dus wat gebeurt er? Jongeren komen bij een huisarts die geen tijd heeft om daarop in te gaan, die niet aangepast kan werken en die dan uit armoede toch iets probeert te helpen en een klein beetje aan symptoombespreiding probeert te doen, terwijl de kern van de zaak natuurlijk niet wordt opgelost. Nee. Ik wil zo meteen op die preventie ingaan, maar als het over die kalmeremiddelen gaat, benzodiazepines, dat wordt dus voorgeschreven aan jongeren waarvan we toch weten, als je dat een paar weken neemt, dan hang je eraan vast en is het verschrikkelijk moeilijk. Ja. Met alle kwalen van dien om ervan los te komen. Mm-hmm. Maar dat wordt dus legio voorgeschreven aan jongeren op dit moment. Ja, ik kan alleen maar voortgaan op wat er uit dat rapport van de VAD natuurlijk komt, waarin dat jongeren aangeven dat ze dat inderdaad voorgeschreven krijgen. Daar moeten we toch ook wel eens over nadenken dan, maar wie daar dat moeten voorschrijft. Ik denk dat we daar absoluut moeten over nadenken. En ik denk dat we in België, in Vlaanderen, echt achterlopen met het voorzien van goede psychische hulp, van voldoende psychologische ondersteuning. Want heel veel van de problemen die er zijn, die kunnen we aanpakken met goede psychologische hulp. Die bovendien minder neveneffecten heeft op de lange termijn. Integendeel, die juist ervoor zal zorgen dat er op lange termijn minder problemen zullen zijn. Maar ja, dat vraagt durven vooruitkijken. Hè. Nu investeren om te zorgen dat er straks geen problemen zijn. En dat doen we niet. We wachten totdat de echte problemen er zijn. En dan gaan we proberen de brand te blussen. Merkt u het in de colleges bij uw studenten? Waar we hierover bezig zijn? Die colleges zijn een stuk minder goed bevolkt dan ze voor corona waren, maar ik kan niet zeggen dat het daarmee te maken heeft. Nu, ik volg het woord investeren volledig, hè, als economist. Het zijn onze werkkrachten van morgen. Dit is een sneeuwbal die aan het rollen gaat, maar ik kan ook getuigen als persoon. Het feit dat ik functioneer, dat ik hier zit, is met dank aan het feit toen ik zelf niet goed in mijn vel voelde. Zat rond mijn 19e heeft mijn huisarts mij doorgestuurd en het is een psychologe die op een aantal fasen in mijn leven mij uit het water heeft gedronken toen ik dreigde te verdrinken. Mm-hmm. En het had heel anders kunnen lopen als dat niet zo het geval was. Maar daar moeten ze nu dus, wat is het, meer dan een jaar op wachten? Ja, dat is vraagroepend, die cijfers. Dat is absoluut hallucinant. En ik denk wat we ons ook echt niet realiseren, is de enorme impact op het leven van mensen zelf, van hun familie, maar ook de economische impact. Als we kijken naar de wat we dan noemen de years lived with disability, de jaren dat mensen moeten leven met een beperkte kwaliteit van leven of eerder overlijden door een aandoening. En je bedoelt dus minder bijdrage leveren aan de maatschappij? Bijdrage leveren aan de maatschappij, kunnen werken, kunnen een opleiding volgen enzovoort. Dan zien we dat het grootste aandeel, dat psychische aandoeningen, daar bovenaan het lijstje staan. Mm-hmm. Dus die hebben de grootste impact op onze maatschappij, op hoe mensen functioneren in onze maatschappij, kunnen participeren aan onze maatschappij. En dat is natuurlijk ook niet vreemd, want we spreken vooral over jonge mensen. Als je op je 60ste een hartaanval krijgt, dan heb je een productief leven achter de rug. Dan heb je al van alles gedaan, je hebt heel je leven op de rails staan, je hebt een sociaal netwerk. Maar als jij op je 20ste het psychisch moeilijk krijgt en je een trein niet op de sporen krijgt en niet een opleiding kunt volgen of een opleiding niet kunt afmaken, moeilijkheden hebt om in het arbeidscircuit terecht te komen, moeilijkheden hebt om een sociaal netwerk op te bouwen, dan heeft dat heel lang, dan heeft dat potentieel, want ik wil hier ook niet te doemdenkerig zijn voor de mensen die daarin zitten. Hè. Ik wil niet jongeren die het vandaag moeilijk hebben, het verhaal vertellen. Ja, jullie leven. Hè, ik denk ook omdat dat ideaal ook weer gewoon te hoog gegrepen is. Ik bedoel, we komen echt wel van een generatie van oké, je moet er zelf hard voor werken, je moet ervoor gaan. Maar niet iedereen is uit hetzelfde hout gesneden. En ik bedoel, mensen die dan kwetsbaar zijn of misschien zelfs in een kwetsbare positie zitten, hebben meer ondersteuning nodig dan anderen. Je kunt er niet van uitgaan dat iedereen ook even snel gaan recupereren of even snel gaan mee kunnen gaan. Ja, en ik wil, het gaat over mensen die kwetsbaar zijn, maar eigenlijk zijn we allemaal kwetsbaar. Ja. Dus ook daar denk ik dat we moeten opletten om dat niet te veel in een hoekje te duwen. En gaat het heel vaak over de omstandigheden waarin mensen opgroeien, dingen die mensen meemaken,
In armoede opgroeien, in moeilijke omstandigheden. Dat heeft allemaal een impact. En dus ik vind dat we dat wel heel erg moeten meenemen. En dan is zaak ook, en u heeft er al een paar keer naar verwezen, preventie en vroeg detectie. Als ik het goed begrijp, dat masterplan waar de Vlaamse Jeugdraad nu naar vraagt, daar ligt de focus op. Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke focus is. Juist, absoluut. Preventie is ongelooflijk belangrijk. Juist om wat ik net zei, wij zijn allemaal kwetsbaar. Uiteindelijk gaat in ons leven 1 op 3 gaat in de loop van zijn leven, zijn of haar leven, psychische moeilijkheden hebben. Dus dat betekent dat wij allemaal mensen kennen en dat wij eigenlijk in C allemaal een zekere mate van kwetsbaarheid ervoor hebben. Dus dat is al heel belangrijk. Het is iets van ons allemaal. Dus ja, dat betekent dat we daar iets, mee moeten doen. Hoe moeten we dat concreet doen? Ja, ik denk dat we zeker moeten kijken, en daar volg ik ook het advies van de Jeugdraad in, dat we moeten kijken naar onderwijs. En dat we daar eigenlijk moeten gaan kijken van hoe kunnen we nu jongeren helpen om te leren om beter met emoties om te gaan, om beter met stress om te gaan, om zijn te helpen van ja, als het moeilijk gaat, wat kan je dan doen? Ja. Waar kan je terecht? Hoe praat je erover met elkaar? Wat doe je als iemand erover zoiets vertelt tegen jou? Hoe kan je elkaar helpen? Dus dat zijn allemaal dingen, dat zijn eigenlijk gewoon basisvaardigheden die wij als mens nodig hebben om een beetje een stabiel leven te leiden. Wie moet dat gaan opmerken als we over vroeg detectie en preventie spreken? Want iemand moet dat dan tijdig zien voor het te laat ja, is. Hè? Maar daarom denk ik, langs de ene kant zeggen we, we moeten werken aan het vroegtijdig laten erover te praten, preventief te werken. Ik zelf ben altijd een beetje voorzichtig met vroeg detectie, omdat in de adolescentie gebeurt er heel veel. In de adolescentie zien we dat dat is een onstabiele periode. Dat is een periode waarin van alles verandert. Mensen, jongeren, moeten loskomen van thuis, moeten moeten zichzelf ontdekken, moeten ontdekken wie dat ze zijn. Dus dat is een periode waarin dat heel veel verandert. Wat sowieso en ook lichamelijk, hormonaal verandert er van alles. Dus sowieso is dat een woelige periode. En dan denk ik dat we wel erover moeten waken dat we niet proberen het vergrootglas erop te zetten en te kijken van ja, wie is hier nu. Dus sowieso is dat onstabiel. Wat dat we wel moeten hebben, is eigenlijk heel laagdrempelige hulp, waarbij dat, als het even lastig gaat, dat je hulp kan vinden, die gratis is, die zonder voorschrift is, waar mensen makkelijk terecht kunnen. En dan kan van daaruit eigenlijk getrieerd worden, gekeken worden naar is dit hier nu echt een pad naar meer ernstige problemen, waar meer ernstige of meer gespecialiseerde hulp voor nodig is of niet? Maar als we dat kunnen doen, dan... Maar dus we moeten niet proberen... Leerkrachten moeten niet plots het vergrootglas op een klas zetten om te diagnosticeren. Ik was recent op bezoek in een school en die directeur zei tegen mij, wachtlijst, dat moet voor hem het woord van het jaar worden. Die zei, overal waar ik naartoe ga, word ik geconfronteerd met wachtlijst. En dus die had heel jonge kinderen ook, waarvan heel duidelijk was, die hebben hulp nodig. Die hebben het moeilijk in de klas. Ja. Thuis hebben hulp nodig en die botst op een muur. Dan zie ik ook onderinvestering in CLB, die eigenlijk ook geen preventief werk meer kunnen doen. Dan kom je bij welzijn terecht natuurlijk, waar bijvoorbeeld ook mensen met een handicap 15 jaar en meer op een wachtlijst staan voor een persoonsgebonden budget. Ja, als je die twee dingen verbindt, u zegt eigenlijk je moet tonen dat je klaarstaat om mensen de hand te reiken. En zo'n wachtlijst, dat is dan toch het omgekeerde signaal van wij staan klaar. En als er een probleem is, u kunt bij ons terecht. Ik geloof ook wel echt in expressie. Want ik denk dikwijls ook... Ik heb zelf ook scholen bezocht. Ik vind het een beetje af van leerkrachten doen. Maar ook, er is zoveel ruimte op een school voor ratio. Studeren, dingen uit je hoofd leren. Maar eigenlijk, wat zij ook zegt, is in die periode, wanneer je hormonaal je lichaam is aan het veranderen, je voelt zoveel dingen, gewoon expressie, schrijven, tekenen, het maakt niet uit. Eigenlijk gewoon alles wat je voelt, eigenlijk proberen uit te drukken. En ik denk, als je dat al vroegtijdig kunt doen, dan ga je mensen inderdaad... ik ben artiest, ik ben mentaal getroubleerd, dus ik weet waar ik van spreek. Anderszijdiger, dan ben je geen artiest. Maar ik denk dat die expressie is ontzettend belangrijk. En daar kunnen scholen wel veel meer in investeren. Er is op scholen, de school die ik bezocht, was echt alleen maar ratio. Dat ik dacht van, oké, dat is belangrijk. Maar een mens heeft ook emotionele ontwikkeling nodig. Ja, en daar zit die expressie natuurlijk bij. Dat is een manier om met emoties om te gaan.
gaan, hè, en om emoties te uiten. Mm. En om, maar ja, we zitten echt met een chronische onderfinanciering. Mm. En dan is het in het wetenschap is het niet alleen binnen de geestelijke gezondheidszorg, maar ook dan daarbij aansluitend het wetenschappelijk onderzoek. Hè. Wij, in Europa besteden wij 3 keer minder aan... Of 7% van het budget naar wetenschappelijk onderzoek, naar lichamelijk, naar welzijn of naar gezondheid. Mm-hmm. 7% daarvan gaat maar naar geestelijke gezondheid. Als we dan zien hoe groot dat die impact is. Als we in Europa kijken, dan lopen we enorm achter. Wij besteden 8 keer minder aan onderzoek naar geestelijke gezondheid dan de Verenigde Staten. 3-4 keer minder dan Engeland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Van alle westerse landen loopt Europa gigantisch achter. Nog veel dingen om ons bewust van te worden. Maar ik onthoud toch de quote vanavond van ik ben artiest, dus ik ben getroubleerd. Mentaal getroubleerd. Mentaal ik heb niet getroubleerd. Dus goed. We hebben de politiek gespaard tot helemaal op het einde van de afspraak. Dat mag ook al eens. Hè. Om schoon te eindigen. Dat hangt helemaal van u af. Getroubleerd. Ja. Moet de Vlaamse overheid, dat is de vraag die we stellen, de stap zetten naar anonieme sollicitaties om discriminatie tegen te gaan. Als we groen mogen geloven, en mevrouw Nagy dus, dan kunnen we zo wel degelijk een stap zetten richting ideale wereld. Volgende sollicitant. Oh, hallo. Heel mooi. Dat is misschien al een tip, toch? Ja. Hij gaat toch niet van Afrika zijn, hè? Want... Ik kan ook een vierde Vlaamse lezen, zijn, natuurlijk. Mama, wat is dat met dat bootje? Zou toch niet gehandicapt zijn, hè? Dat past toch niet in een magazijn? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij een Leonardo. Ah, ja. Oké. Leo, hoe zou jij ons team kunnen versterken als magazijnier? Ik heb ondertussen 13 jaar ervaring als magazijnier en dan heb ik ook... 13, magazijnier. Ik hoor toch de rollende R, de allochtonse invloed. Berber, Turkije, Marokko. Ik hoor de R van een acteur. Ja, iemand die Herman Teylenk heeft gedaan. Ja, dat zou ook verklaren waarom die werk zoekt. Maar het is een office en ik heb ook notie van... Ja, nu hoor ik weer Spaanse klanken. Ja, nee, en dan elke namiddag een siesta. Nee, dank u. No gracias. Is dat niet de S van een homo? Dat verklaart dat bootje van in het begin. Ik ben toch geneigd om ervoor te gaan. Ja, hilariteit. Mevrouw Nagy, maar dat is dus wat groen op tafel ligt. Niet helemaal. Sollicitaties. Nee. Okay. Sollicitaties anoniem maken. Het was Gilles van Bouwen die er uiteindelijk uit is gekomen. Uit dat pak trouwens. Bij sollicitaties voor de Vlaamse overheid. Maar van waar de timing? Zitten we daar met een probleem? We zitten uiteraard met een probleem. Er is heel veel discriminatie op de arbeidsmarkt. Ik denk dat jij daar ook onderzoek naar hebt. Dat is iets anders, maar bij de Vlaamse overheid. Het is breder dan de Vlaamse overheid, dus het is echt overal. Maar ik denk wel... Ja, maar jullie voorstel gaat wel over de Vlaamse overheid. Ons voorstel is naar de Vlaamse overheid, omdat wij ook vinden dat je dan er een rol in kan spelen naar de samenleving toe en het voorbeeld kan geven als overheid. Maar is daar veel discriminatie bij sollicitaties binnen de Vlaamse overheid? Ja. Ik denk dat er over het algemeen veel discriminatie is op de arbeidsmarkt. Om nu op jouw vraag te antwoorden, is het specifiek op de Vlaamse overheid? Dat is niet wat ik hier vandaag kom zeggen. Nee. Ah, nee. Dus dat is niet het geval? Of nee, dat weet de professor misschien beter, maar wat mij betreft is dat niet op wat ik het gemunt heb. Nee. En waarom dan dat plan? Ja, een uitzendbureau, Accent, heeft een paar weken terug eigenlijk dat ingevoerd bij hen zelf. En dat was voor ons ook wel een beetje een bron van inspiratie. Dus zij gaan voor alle klanten waarvoor ze werken, dus met anonieme cv's en anonieme motivatiebrieven werken. En eigenlijk willen ze op die manier de bias, dus de vertekening die je kan hebben, de onbewuste eigenlijk oordelen, vooroordelen over mensen, willen ze op die manier wegwerken. En dan zeggen jullie eigenlijk als Vlaamse overheid... Laat ons zeggen, al is het symbolisch, maar we willen wel die stap zetten om het signaal te geven. De federale overheid doet het ook al, voor de duidelijkheid. Mm-hmm. En wij zouden dat graag ook willen doortrekken naar de Vlaamse overheid. We zien ook dat een uitzendbureau het vandaag doet. Dus we hopen dat dat ook een signaal is naar de markt toe om dat dan ook te gaan doen. En concreet, wat moet er dan verdwijnen op een sollicitatiebrief? De naam? Ja, dat gaat dan om de naam bijvoorbeeld. Dat gaat ook over gender. Want dat zijn elementen waarop dat je vandaag gediscrimineerd op wordt. Je wordt ook op andere elementen gediscrimineerd, bijvoorbeeld op handicap, op leeftijd. Dat moet er ook uit? Ja, die leeftijd, alle elementen. De leeftijd ga je nog altijd een beetje kunnen achterhalen op basis van hoeveel werkervaring zit erin. Hè. Dus je gaat niet elk element aan de hand van die anonieme sollicitaties kunnen aanpakken. Voor de duidelijkheid, anonieme sollicitaties gaan er niet voor zorgen dat
er ineens geen discriminatie meer is. Hè. Wij pleiten voor heel wat. Nee, daar gaan we zo meteen ook naartoe. Wij pleiten voor heel wat maatregelen. Dus geen naam, laten we zeggen, ja, niet, geen seksuele geaardheid, gender niet. Nee, de elementen die relevant zijn voor de job moeten erin staan. Voor waarvoor je solliciteert, die moeten erin staan. En op basis daarvan kan je oordelen of een kandidaat dus kans maakt om verder te gaan in de ronde. Okay. Professor Baart, goed plan of niet? Ja, ik volg mevrouw Nagy in haar basisanalyse dat discriminatie op onze arbeidsmarkt dat een groot probleem is. We stellen dat praktijktest na praktijktest vast. En men kan hier stapels binnenrollen van sensibiliseringsplannen. Mm-hmm. Stapels van een kilometer hoog. Ze hebben niet gewerkt, dus er moeten dingen gebeuren. En mocht u mij 15 jaar geleden gevraagd hebben van dat anoniem solliciteren, is dat een goed idee? Dan zou ik waarschijnlijk gezegd hebben, ja, mogelijk wel. Was u toen al professor? Nee, ik was toen net beginnen doctoreren. Ik was net gestart met discriminatieonderzoek. En toen zei men eigenlijk in wetenschappelijk onderzoek die eerste fase van het sollicitatieproces, een jobinterview vastkrijgen, dat is belangrijk, daar gebeurt discriminatie in. En dan zou je denken, oké, anoniem solliciteren zorgt ervoor dat je daar doorgeraakt. En dan zit je in de tweede fase, de fase van het jobinterview zelf. En daar wordt dan minder in gediscrimineerd. Dus men is daarmee gaan experimenteren in heel veel landen met dat anoniem solliciteren. Mm-hmm. Maar helaas, en dat is de 15 jaar later natuurlijk, ja, als je die studies daar samen neemt, die dat allemaal geëvalueerd hebben, van hoe werkt dat nu, dat anoniem solliciteren, dan zie je dat die effecten daar niet zo goed zijn. Er zijn studies die wat positiever zijn, studies die wat negatiever zijn, maar als je ze allemaal samenneemt en dan zeker binnen de publieke overheid, ja, dan vind je daar geen vooruitgang. En er zijn ook wel goede verklaringen voor te geven ondertussen. Maar ik zag zelfs omgekeerde effecten soms. Ja, wel, het probleem is dat werkgevers die bewust of onbewust willen discrimineren, ja, die kunnen dan nog altijd in die tweede fase. Die fase in het gesprek dan bedoel je? Ja, in het gesprek waar ze dan iemand zien. Ze zien de leeftijd, ze zien de migratieachtergrond en zo verder. En ze kunnen eigenlijk gaan overcompenseren. Dus ze hebben minder kunnen discrimineren in de eerste fase, doen het dan meer in de tweede fase. Maar wat daar bovenop komt, is dat ook werkgevers die niet discrimineren, ja, dat die ofwel meer gaan letten op wat ze wel nog kunnen zien. Bijvoorbeeld gaten in het cv, in activiteit, werkloosheid, waar ze normaal milder zijn voor vrouwen bijvoorbeeld, kunnen ze niet meer. Taalfouten in het cv, we weten dat recruiters zien van die zal minder verstandig zijn, die zal minder betrouwbaar werken enzovoort. Dat zijn associaties die dat oproepen. Normaal is men milder voor mensen met een migratieachtergrond. Kan niet meer als je anoniem gaat solliciteren. En tenslotte, werkgevers die echt van diversiteit een punt willen maken, en daardoor werkt het ook in Frankrijk bijvoorbeeld totaal niet, ja, die kunnen dat niet meer in die eerste fase, want ze zien het niet meer. Ja. Dus stel die verklaringen op, en dat geeft een beetje aan waarom dat het in het buitenland, als je het allemaal samenneemt, niet heeft gewerkt en waarom ik er op dit moment ook niet voor zou zijn. Ja. Ik denk dat de meningen verdeeld zijn, hè, want bijvoorbeeld Pieter Paul Verhagen pleitte er een tijdje terug in de tijd, denk ik, wel voor om het in te voeren. En ja, de studies wijzen gewoon uit dat het resultaat klein is. Hè. Dus niet dat het niet werkt. Soms negatief klein, dus en, ja. Allee, bij Accent bijvoorbeeld, ze hebben hier wel een heel proefproject voor gedaan, hè, voordat ze het permanent invoeren. En zij merken daar dat ze wel veel meer sollicitanten krijgen. Mensen die minder ontmoedigd zijn en die nu durven solliciteren. En die al niet op voorhand denken van, ik maak toch geen kans. Maar ik ben het wel met u eens dat er veel meer moet worden gedaan. Hè. Dat gaat echt niet de wonderoplossing zijn. Voor mij is het een drempel wegwerken, dat ik belangrijk vind. En ik denk, als we voor- en nadelen tegen elkaar wegen, dat dit gewoon voor mij de doorslag geeft. Maar en dat zegt, het dan wel zegt, ik denk, ik hoor de wetenschapper aan tafel zeggen, als je alles samenneemt, werkt het niet. Maar opnieuw, hè, ik denk dat daar de meningen verdeeld zijn. Ik lees ook een andere prof die wel zegt om het wel in te voeren. Dat is toch een opvallende aan de politiek. Hè. De meningen zijn verdeeld. Maar het is ook in de academische wereld zo dat de meningen verdeeld zijn. Dus ik denk dat je daar ook open over mag zijn. Ik denk, als je het onderzoek samenvat, dat het moeilijk is, bijvoorbeeld Lieselot Blomma, die daar in Nederland heel veel onderzoek naar heeft gedaan en eigenlijk een vrij succesvolle test daar heeft gedaan, zegt ook het is niet zo een goed idee. Trouwens, wat we in het filmpje hebben gezien, het feit dat recruiters het toch proberen achterhalen, dat blijkt ook uit recent Australisch onderzoek. Men probeert het toch te weten te komen en zoals u hebt gezegd, wat leeftijd betreft, de grond waar vermoedelijk nog het meest op gediscrimineerd wordt samen met handicap, dat zien we in onderzoek, ja, die kun je helemaal niet maskeren, want ja, je ziet het op het cv of je kunt het ervan afleiden hoe oud iemand is. Dus dat is ook zo'n reden om het, om het toch niet meteen in te voeren. Maar ik volg de analyse. Het discriminatiebeleid zal één meer moeten zijn als wat het nu is. En zal een combinatie moeten zijn van verschillende technieken. Ik zou niet anoniem solliciteren, maar ik volg wel de analyse dat het
ja, dat het breed zal moeten gaan. Ja. Heeft de mentaal getroubleerde artiest er ooit mee te maken gehad? Heel veel eigenlijk. Is het zo? Ja, absoluut. Zeker. Dus ik denk dat het net wel goed zou zijn dat je dat wel anoniem doet. Want dan geef je wel tenminste de mensen de kans om te gaan solliciteren. Want wat dat was nu uw wordt, punt ook. Hè? Ja. Snap je? Want dan hebben ze al de ervaring van te gaan solliciteren. Want solliciteren is ook een kunst. Ik bedoel, ik ken mensen die jobs krijgen zonder dat ze gekwalificeerd zijn. Mm. Omdat ze de juiste naam hebben. Omdat ze ook natuurlijk de juiste identiteit hebben. En ik denk, als die eerste drempel weg is... Dan kan je ze wel al de ervaring geven van de sollicitatie. En dan kunnen de recruiters nog zeggen inderdaad van ja, ik hou toch mijn bias en ik ga toch inderdaad deze persoon niet aannemen omdat het een vrouw is of een persoon van kleur. Kan je eens concreet een voorbeeld geven? Ik kan zelfs een heel mooi voorbeeld geven. Mooi voorbeeld. Ha, ik heb jaren geleden bij zowel het modemuseum als het fotomuseum gesolliciteerd. Maar daar had je toen een hoger diploma voor nodig. En dan heb ik jammer genoeg ook wel kunnen gaan solliciteren, maar toch uiteindelijk niet de job gekregen vanwege... zoveel aspecten, om dan jaren later toch ook bij het museum aan de slag te gaan als artiest dan en zelfs de grote opening van het Mosel Museum de presentator te zijn. Dus ik denk dat je daar soms ook, en ook in sollicitaties, los van een cv, mensen hebben ook gewoon talenten. En je kan mensen ook hun talenten laten ontwikkelen als ze op de vloer zijn. Mm-hmm. Want het is niet omdat iemand een bepaalde opleiding heeft genoten, dat hij daardoor de job ook goed kan doen. En dat feit, dat duwt je in de positieve richting, dat werkgevers dan ook niet meer kunnen geven, dat is geen probleem? Ja, ik moet zeggen, ik ben sowieso pro-positieve discriminatie. Ja, maar het kan moeilijker op dat moment, omdat je het niet meer ziet op het cv staan. Bijvoorbeeld bij de overheid. Als men het graag wil doen, een divers team samenstellen, kan men het ook moeilijker doen, omdat het in de eerste fase niet meer ziet op het cv. Maar ik denk wel dat er veel meer mensen vandaag afzien van negatieve discriminatie dan dat er mensen dat klopt, een positief effect hebben van positieve discriminatie. Het enige is, het onderzoek geeft aan, dat ondanks al die mechanismen die u beschrijft, dat het geen positief effect soort. Want ik heb wel een ander voorbeeld van een vriendin van mij die verkoopster is. Zij kreeg een map met sollicitaties van jobstudenten en zij kreeg de vraag, die heeft dat redelijk gechoqueerd verteld, de vraag, haal daar alle jongens met migratieachtergrond uit voor studentenjobs. En die haar jobs was die allemaal eruit aan en in de papiermand te gooien. En van wie was dat die opdracht? Wel degelijk nog altijd gevraagd. Van wie was die opdracht? Zeker. Ja, dat was in een winkel, een vriendin van mij die daar als verkoopster werkt en die vraag kreeg van, haal die cv's eruit. Wij willen die zelfs niet zien, ze geraken zelfs niet tot het sollicitatieproces. Welke winkel maar was dat? Dat ga ik niet vertellen. Ja. Maar de bias is... Hè, dit is heel expliciete bias, maar de bias is ook vaak niet expliciet. Tuurlijk. Mensen weten het zelf ook vaak niet. Want bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt, laat mannen en vrouwen een cv beoordelen met een vrouwennaam of datzelfde cv met een mannennaam. En zowel mannen als vrouwen zullen het mannen-cv beter beoordelen dan het vrouwen-cv. Dus dan denken we, we zetten bijvoorbeeld meer vrouwen in de selectiecommissies. Dat lost het niet op, want die vrouwen hebben dezelfde bias. Wij zijn op dezelfde manier, wij leven dus dan is het wel een goede zaak om de gender eruit te halen, zegt wat dat betreft denk ik wel, of in ieder geval wel heel bewust zijn, ook als je naar oplossingen zoekt, dat mensen ook impliciete bias hebben en dat dat niet zo gemakkelijk... Dus je kan niet zomaar dan zeggen, ja, zet daar meer mensen van kleur bij, zet daar meer vrouwen bij en dan gaat dat vanzelf oplossen. Hey, die biases die in onze samenleving zitten, die hebben wij ook. Die zitten ook in ons. Maar dat is waarom wij ook pleiten voor proactieve praktijktesten, zodat je kan achterhalen waar liggen de problemen, dat je die organisaties daar ook over kan aanspreken. Soms is het bewust, soms is het onbewust. Mm-hmm. Maar dat je daar wel over kan aanspreken, dat kan remediëren en indien nodig kan bestraffen, maar wel... Een boete erop als ze het niet doen? Ja, discriminatie is strafbaar. Hè? Discriminatie mag niet. Dus voor wat mij betreft, in eerste plaats proberen te remediëren. Zie je het werk niet? Ja, dan moet je bestraffen. Als je door het rood licht rijdt, dan word je bestraft. Voor mij geldt dat hier ook. Zeker als er een camera staat. Hè? Ja, en die camera's zijn voor een stuk nodig. Ik ben ook voor een model van meten is weten. Dus praktijktesten uitvoeren. Ik ben wel vooral voor het op een sectorniveau te doen. Dan te kijken wat de probleemsectoren zijn. Trouwens, binnen de Vlaamse overheid. Ja, men zou het ook best kunnen meten en dan te zien waar zijn de probleemdepartementen die tot zelfregulering brengen. En dan inderdaad komen tot boetes, zoals men het ook federaal wil gaan doen, maar met betere evidentie. De Vlaamse overheid als experiment met boetes, dat zou nog wij wel iets zouden zijn. Veel meer moeten experimenteren. Ja. We hebben dat gedaan bij de vaccinontwikkeling, maar in andere domeinen op de arbeidsmarkt. Er ontstaat een idee op een kabinet vanuit een buikgevoel, bijvoorbeeld die vierdaagse werkweek op het federale niveau.
Men rolt het uit voor de hele arbeidsmarkt. Het is experimenteren. Alle ministers van Wijk zijn naar Denemarken gegaan, met de mond open teruggekomen. Dat was het model. Maar het Deense model, dat is ook experimenteren en dan pas uitrollen wat echt goed werkt. Laat ons dit gesprek heel af en toe toch maar eens voeren, zodat we dat zien dat er evolutie in de zaak zit. Goed, dank jullie wel. Dank je wel ook mijn andere gasten. Het was heel fijn dat jullie er waren. Ik maak heel graag plaats voor de godfather van de koers. Hij heeft gewonnen trouwens in de Ronde van Catalonië, geloof ik. Dus zeker kijken. Mooie avond bij Canvas nog en tot morgen.